Verminder je taaien met 4 lekkere en gezonde smoothies. Verminder je taaien met 4 lekkere en gezonde smoothies. Wil je je buikomvang verminderen zonder te hoeven vasten of jezelf uit te hongeren? Dan is het belangrijk dat je voedingsmiddelen aan je dieet toevoegt die helpen om gewicht te verliezen en vet te verbranden. Je kan bijvoorbeeld deze geweldige smoothies uitproberen. Mensen willen het hardnekkige vet verliezen op verschillende delen van het lichaam, maar de meesten willen toch vooral dat hun taille versmalt. Er zijn verschillende redenen waarom je misschien wat zwaarder bent rond je middel. Overgewicht is niet de enige reden. Daarom moet je verschillende voedingwaren uitproberen tot je merkt welke voor jou het meest doeltreffend werken. Ontdek deze 4 lekkere en voedzame smoothies. Ze zullen je helpen om je taille te verminderen zonder dat je jezelf hoeft uit te hongeren. De beste manier om gewicht te verliezen, is door te leren hoe je gezond kan eten en hoe je kan vermijden dat je je schuldig of gefrustreerd voelt. Je moet je manier van eten veranderen en kiezen voor natuurlijke en complete etenswaren, want die verschaffen je de nodige voedingsstoffen om je energiek, vol leven en goed gehumeurd te voelen. Als je op een goede manier leert eten, zal je geleidelijk gewicht verliezen, zonder het gevreesde jojo-effect. Maar niet alleen dat. Want het zal nooit meer nodig zijn om te diëten. Verklein je taille zonder jezelf uit te hongeren met de buik zijn een grote verscheidenheid aan verschillende lichaamsfuncties verbonden. Als je je taille wil verkleinen, zal je dus met al deze factoren rekening moeten houden. Voeding die veel schadelijke vetten bevat, zoals gebakken voedsel, gebakjes, zuivelproducten en andere. Overmatig geraffineerde suikers die een onevenwicht veroorzaken in het insulinepeil en leiden tot aandoeningen van de alvleesklier. Problemen in het spijsverteringsstelsel zoals gas en constipatie. Hormonaal onevenwicht stress 4 erg doeltreffende smoothies. In dit artikel stellen we je 4 lekkere smoothies voor op basis van natuurlijke ingrediënten. Ze werken heel doeltreffend om je taille te verminderen en je hoeft jezelf niet uit te hongeren. Probeer ze zeker uit. 1. Smoothie met appel. Maca en kokosolie. Deze smoothie is de perfecte keuze voor het ontbijt. Hij is zoet en romig. De ingrediënten in dit drankje zullen je helpen om je doel te bereiken. Appels zijn rijk aan vezels. Je vindt ze vooral in de appelschil. Die vezels helpen je om het vet te verminderen dat zich rond je middel heeft opgestapeld. Bovendien is deze vrucht heilzaam voor de lever omdat appels appelzuur bevatten. Dit bestanddeel helpt om die ongewenste centimeters te doen verminderen. Maca is een plantaardige wortel die afkomstig is uit Peru. Het is niet enkel populair omdat het veel energie bevat. Maca heeft het vermogen om de libido te verhogen en hormonale aandoeningen, die de opzwelling van de buik veroorzaken, onder controle te houden. Je kan maca in poedervorm en in kleine hoeveelheden gebruiken. Geleidelijk aan verhoog je dan de hoeveelheid die je inneemt. Anders kan het nervositeit veroorzaken. Kokosolie heeft een veelheid aan positieve effecten op de gezondheid. Eén ervan is dat kokosolie het metabolisme stimuleert.
Daardoor zorgt het ervoor dat er gemakkelijk meer vet en calorieën worden verbrand. Vooral het vet in het buikgebied wordt zo aangepakt. Peer, gember en biergist. Deze smoothie is verfrissend en aromatisch. Het is dus een ideaal drankje voor warme dagen. De ingrediënten zullen je absoluut helpen om een paar centimeters te laten verdwijnen rond je middel. Peren bevatten veel mineralen die helpen om vochtophoping te bestrijden. Dat is immers een van de meest voorkomende redenen waarom je een vergrote buik hebt. Ook gember verwijdert vocht uit het lichaam. Bovendien versnelt gember het metabolisme, zodat je gemakkelijker gewicht kunt verliezen. Biergist helpt om het zenuwstelsel te regelen en angst te bestrijden. Het werkt ook ondersteunend wanneer het nodig is om die emotionele aandoeningen te beheersen, die ervoor zorgen dat je compulsief gaat eten. Ananas, avocado en chiazaden. Dit is een tropische smoothie die zowel zoet als romig is. Wil je een meer voedzaam en verzadigend drankje, dan is dit een goede keuze. Ananas is niet alleen een natuurlijk vochtafdrijvend voedingsmiddel, maar het bevordert ook de spijsvertering en vermindert de ontsteking wanneer je je zwaar en opgezwollen voelt. Om gewicht te verliezen zijn avocado's een uitstekend hulpmiddel. Ze bevatten gezonde vetten die je metabolisme activeren en je helpen om vet te verbranden, vooral rond je middel. Bovendien maken avocado's de smoothies romiger en zorgen ze ervoor dat die smoothie meer verzadiging geeft. Chiazaden helpen om constipatie te bestrijden en houden alle soorten darmproblemen onder controle. Laat de chiazaden in nachtweken. Als je wil genieten van al hun positieve effecten, doe dan deze ingrediënten in de blender samen met het water waarin ze geweekt zijn. Voeg ze pas daarna toe aan je recepten. Haver, kaneel en cacao. Ook deze smoothie is echt heel voedzaam en een ideaal drankje om te drinken voordat je een lichamelijke of geestelijke inspanning moet leveren. Bovendien zorgt het niet voor gewichtstoename. Haver is uitstekend om gewicht te verliezen. Bovendien is het erg verzadigend. Het helpt je om geen snacks te eten tussen de maaltijden, omdat het je verlangen om te eten tot rust brengt. Je kan havervlokken of gemalen haver gebruiken. Een andere mogelijkheid is dat je de haver een beetje kookt om zo de vertering te vergemakkelijken. Kaneel helpt om je taille te verkleinen, want het zorgt ervoor dat je meer calorieën verbrandt. Bovendien is het erg heilzaam om je bloedsuikerspiegel te reguleren. Die kan immers de reden zijn dat vet zich in de buik opstapelt. Cacao geeft je een goed gevoel en vult je met energie. Je mag dus genieten van een beetje chocolade in je gezonde smoothie zonder je schuldig te voelen.